De strategieën en maatregelen om het COVID-19-virus te bestrijden worden steeds aangepast. Dit kwam gisteren naar voren op de eenzijdige persconferentie van de overheid. Eenzijdig omdat het Nationaal Informatieinstituut de journalisten gisteren heeft gevraagd niet aanwezig te zijn op het persmoment met het COVID-19-managementteam. Dit had allemaal te maken met het feit dat Daniela Feira van het managementteam in thuisquarantaine zit. Vice-president Ashwin Adin zegt dat deze strategieën en maatregelen aan de hand van de ontwikkelingen rond het COVID-19-virus worden genomen. Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid, zegt dat alle landen in de wereld nu hoogrisicolanden zijn. Dit is dinsdag door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, bekendgemaakt. Ook deelde de directeur mee dat er geen sprake meer is van lokale transmissie. Voortaan wordt er volgens haar gesproken over community spreading. Nu heeft de WHO gesteld per gisteren dat er niet meer wordt gesproken over een hoog en een laag risicogebied. Vanaf heden, vanaf gisteren, wordt elk land gekenmerkt als een hoog risicogebied. We hebben nu te maken met een pandemie. Wat is een contactpersoon? Als we één positieve persoon hebben en de personen die hij of zij direct in contact mee is geweest raken besmet, dan praten we over sporadische cases. De contact tracing is nog steeds in de eerste lijn. Worden die sporadische cases daarna ook positief bevonden, dan wordt naar hun contactpersonen weer gekeken. Het is dus een, je moet het zien als één persoon die meerdere heeft besmet en die ook weer meerdere hebben besmet en dan praat je over een cluster. Maar je kan het wel allemaal nog terugtracen naar die ene persoon. Wij in Suriname zijn nu nog in de situatie dat wij kunnen terugtracen naar die ene personen. Wanneer praten we over... En dan praat men niet meer over lokale transmissie, men gebruikt nu de term community spreading, is wanneer we die keten kwijtraken. Als we die keten kwijtraken en we community spreading hebben, dan gaan we een andere fase in. Verder wees Jesseren erop dat niet alle leden van het managementteam COVID-19 in contact zijn geweest met de besmette ambassadeur. Zij die wel in contact zijn geweest met hem, zijn nu in thuisquarantaine. Het managementteam heeft zijn eigen leden die weer op hun beurt ook in eigen vergaderingen zitten. En enkele van de leden hebben dus toen contact gehad met de laatste positieve case. Daarom zijn zij meteen toen de testuitslag binnen was in thuisquarantaine geplaatst. Het gaat nu een kwestie zijn van afwachten. En als de symptomen beginnen te vertonen, klachten, dan gaan die mensen ook worden getest om te kijken als zij positief zijn. Directeur Cleopatra Jesseren van Volksgezondheid. Zij sprak gisteren op de persbriefing van de overheid rond het COVID-19-virus. De strategieën en maatregelen om het virus te bestrijden worden steeds aangepast.